Nu in Rauwkost. Ik ga je 30 seconden geven en je mag mij gewoon heel sexy vertellen waarom jullie mensen op de piratenpartij moeten zijn. We hebben niet dezelfde smaak in eten, nee, dat weet ik wel. Oké, wacht. Als je vrijheid je lief is en als je wilt dat het internet... Nee, je moet wel sexy zijn, hè? Nee. Klaar maar, het is nu klaar. Dit is Rauwkost. In maart beginnen de Tweede Kamerverkiezingen weer. En naast de gebruikelijke partijen doet dit jaar ook de Piratenpartij mee. En ja, de grote vraag is natuurlijk, ze hebben een hele coole naam, maar wat doet deze partij precies? Om daarachter te komen heb ik vandaag een hele romantische date met Ancilla, de lijsttrekker van de Piratenpartij. Ik ben al een beetje verliefd op haar, hopelijk gaat het vandaag goed komen. Let's go! Ancilla van der Leest is lijsttrekker van de Piratenpartij. Ze komt net uit IJsland, waar de Piraten een doorbraak forceerden bij de verkiezingen. Ze komt. En wel naar de Tweede Kamer. We hebben het natuurlijk over het nieuwe aanstormende politieke talent Ancilla Tilia. Yo Ancilla, hey! Hey! Hoi, ik ben Veras. Nou, hey. Goed je te ontmoeten. Oh. Ik heb echt iets vet leuks voor je voorbereid, want je bent dus lijsttrekker van de Piratenpartij. Je krijgt straks wat gangen opgediend. Oeh. En elke gang staat voor een speerpunt van je partij. En jij moet raden welke dat is. Oké, laten we beginnen bij het eerste. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Wat wil je drinken? Je mag alles kiezen wat je wil. Wijn, bier, water, yogi. Maar wijntje. Wijntje? Ja. Merci beaucoup. Waar proosten we op? Op de Piratenpartij denk ik dan maar. Hè? Cheers, op de glansrijke overwinning. En waar denk jij, dit is dus de eerste gang, drinkopstellen, waar staat deze voor? Welk speerpunt? Een progressiever drugsbeleid. Nou, oké, okay. Leg ze uit. Leg ze uit. Hij staat er niet voor, maar ik ben wel benieuwd. Nou ja, alcohol is natuurlijk ook drugs. Sterker nog, het is eigenlijk een hard drugs. Ja. En de Piratenpartij staat voor een progressiever en meer op wetenschap gebaseerd drugsbeleid. Nee, maar eigenlijk staat deze gang voor vrijheid. Ah. Dat was hem, want je mocht kiezen wat je wou drinken. Ja, maar dat staat natuurlijk in verband met zeker. Een progressiever drugsbeleid. Ja. Dat het jouw lichaam is en dat jij mag bepalen wat je daar wel of niet mee doet. Dat het niet aan de overheid is. Volgens burgerrechtenbeweging Bits of Freedom is minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk een van de grootste privacy schenders van het jaar. Oké, we zien daar een camera, ja. Maar wat voor invloed heeft, want wat boeit mij dit nou dat daar een camera staat? Waarom moet ik dat erg vinden? Volgens mij is dit een facial recognition camera. Ja. Op een gegeven moment was er ook sprake hiervan dat heel veel Roemenen, dat die tasjesdieven zouden zijn. Dus toen waren ze op Leidseplein, wouden ze een gebiedsverbod. En er werden wel heel nadrukkelijk Roemenen in vermeld. Ja. Dus toen dacht ik, ja, als jij nou per ongeluk een Roemeense achtergrond hebt, ja, dat is vervelend. En je wordt gewoon onder de tasjesdieven geschaard, dan hangt de facial recognition camera op. En op een gegeven moment heb je gewoon een gebiedsverbod. Oké, laat maar komen met die hoofdrecht. Yeah! Wat hebben we hier? Helemaal een vegaburger. Een vegaburger, oh. Ja, waar staat deze burger voor? Het zit al in de naam, dat is een tip. Burgerrechten. Yes! Ja. Maar burgerrechten, ja. Burgerrechten, het recht om jezelf te ontwikkelen. Het recht op privacy is een burgerrecht, niet voor niets. Dat heeft een hele nare geschiedenis. Gaat ie? Niet zo... Oh, ik vind het echt heel nasty. Nou, geef mij maar gewoon een normale burger. Sorry. De parlementsverkiezingen in IJsland leiden waarschijnlijk niet tot een machtsovername door de Piratenpartij. De anti-establishmentpartij won een flink aantal zetels, maar niet genoeg om een regering te vormen. Nou, vind jij dat elk land een Piratenpartij moet hebben? Is dat echt noodzakelijk? Zeker, maar we zitten nu in meer dan 40 landen. Ja. Dus wat dat betreft gaat het de goede kant uit. Ja. Ja, en het is best wel bijzonder in de geschiedenis van de politiek. Ja. Dat er in zoveel landen eenzelfde partij is die voor dezelfde basisprincipes staat. Jeetje. Oh. Met één mes en één. Oké, waar staat deze crepe voor? Ja. Poeh, deze is moeilijk hoor. We hebben een vork en we hebben een mes. Ja. Toen ik de kennis deed. Wauw. Gaat diep, hè? Daar heb ik over. Deze had ik niet. Oké. Je vergeeft me dat ik deze niet snapte, toch? Oké. Maar vertel. Kennisdeling. Met het internet heb je een uniek moment in de geschiedenis waarbij je vrij informatie kan delen. We hebben niet dezelfde smaak in eten, nee, dat weet dat ik wel. Zeker. Oké, wacht. Oh, dat is wel echt een mini-hap. Dat is echt een. Ik vind het zo vies. Nou, dit is een bekende supermarkt. En, waarom gaan we hier? Nou, omdat je hier dus helemaal niet meer contant kan betalen. Huh? Wacht, ik laat je even zien. Kijk, hier staat dat je alleen nog maar kan pinnen. Ja. En je moet je een beetje voorstellen, elke keer dat jij pint, vraag jij aan jouw bank...
hey bank, mag ik geld uitgeven aan dit product? Dat is natuurlijk een beetje een hele afhankelijke positie die je daarmee creëert. Jij vindt het dus belachelijk als we ooit een pin-only maatschappij gaan krijgen hier in Nederland? Ik vind het vooral heel gevaarlijk, omdat we ons daarmee zo kwetsbaar maken voor de bankaire industrie die dan eigenlijk almachtig is. Ja, precies. Ja. En dat moet je niet willen. Goed, Ancilla, de Piratenpartij. Jullie gaan goede dingen doen, maar de vraag is natuurlijk, gaan jullie überhaupt wel in de Tweede Kamer komen? De verkiezingen zijn in maart. Natuurlijk. Wat gaat er gebeuren? Ik denk dat deze keer wel echt het tij aan het keren is. Ja? Bijna al onze kernpunten staan dagelijks in de krant. Ik ga je 30 seconden geven en je mag voor mij gewoon heel sexy vertellen waarom jullie mensen op de Piratenpartij moeten stemmen. Ben je er klaar voor? Oh jeetje. Oké, 3, 2, 1, Ancilla, take it away. Als je vrijheid je lief is en als je wilt dat het internet... Nee, je moet wel sexy zijn, hè? Klaar maar. Het is nu klaar. Sorry. Hey, ik had het kunnen proberen, toch? Oké, maar, resumerend. Wat is belangrijk? Burgerrechten moeten er ook zijn in een digitale samenleving. Ja. Jongeren moeten zichzelf ook gewoon vrij kunnen ontwikkelen. Je mag gewoon een keer dronken worden. Je mag een keer een film downloaden. Ja. Je mag een keer drugs gebruiken. Je mag je moet al die dingen kunnen doen die al die ouderen die er nu zijn, ze hebben het allemaal gedaan. Ik zie weet je, waarom mogen wij het niet doen? Hey, ik ben knuffel. Yeah. Oké, goed, vond je dit een leuk item? Volg Ancilla op Instagram. Vergeet niet te abonneren hieronder en check onze video's. En we hebben tegenwoordig ook Instagram met allemaal behind the scenes footage. Super leuk. Vergeet het zeker ook niet te checken. Link staat in de beschrijving. Ancilla, ik wil je heel erg bedanken. Later. Doei. Yo, doei. Yeah. Meer zien? Ga naar npo3.nl/rouwkost.